Na de lunch stapt als eerste grootmeester Loek van Wely het stadion van Telstar binnen. Als enige komt hij niet met de grote bus aan, maar met zijn familie. De aanvoerder heeft klare taal voor tegenstander Magnus Carlsen. Team Magnus is gedoemd altijd te verliezen. Dus Magnus is een hele goede voetballer, maar geen teamplayer. Onder grote belangstelling komen de andere grootmeesters aan. Alle belangstelling gaat uit naar dit wonderkind, Magnus Carlsen. De captains kiezen vervolgens in de hal van het stadion hun teams en gaan aan de slag. Magnus, Luc told me your destiny is to lose today. Yeah, he doesn't know very much about destiny, I think. Onder winterse omstandigheden gaan beide ploegen rusten met een 2-2 stand. Ja, het is nog niet echt dat ik het gevoel heb dat het echt lekker loopt of zo. Maar ook dat ik een beetje soms in het dolle loop rond te rennen zonder dat het echt structureel is. Maar ik hoop dat de tweede helft dat het wat meer hout gaat snijden. En dat gebeurt zeker, maar niet in het voordeel van Van Wely. Team Magnus Carlsen loopt uit naar 6-2. Carlsen is het beu en staat de pers niet te woord. Loek van Wely gelukkig wel. Toen je het terrein op kwam lopen, toen zei je nog, ik vreet hier het team van Magnus Carlsen op. Ja, ik merkte wel dat een aantal, met name schakers bij ons in het team, dat ze gewoon conditioneel behoorlijk doorheen zaten. Ja, dat was wel even pijnlijk, ja.